vinden. En dan komt het hoge woord eruit. Het bewijs is geleverd dat we in de eindtijd zijn. Want God heeft Jezus uit de doden opgewekt. Dat vinden de toehoorders te ongerijmd. Ze haken af en sommigen bespotten hem. En anderen zeggen, nou Paulus, dat horen we dan later nog wel eens een keertje. Paulus komt van het spreekgestoelte af. Hij verlaat Athene en hij gaat richting Korinthe.